Hoi en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag iets doen wat ik nog nooit eerder heb gedaan. En eerlijk gezegd, toen ik de Instagram update een tijdje geleden had en ineens in plaats van de knop waar je normaal zelf een post kon plaatsen, de Instagram shopping knop stond, dacht ik, wat doen jullie? Dit platform is toch om content te plaatsen. Wat is er allemaal aan de hand? Maar toen zag ik laatst een video van Haley Fam, een YouTuber die ik volg. En die had een video geplaatst waar ze via Instagram ging shoppen. Waarschijnlijk zijn er meer mensen die zo'n video geplaatst hebben. En toen dacht ik ook, er zijn op Instagram zoveel coole mensen. Ik heb natuurlijk ook heel veel dingen op mijn Pinterest gepint. En ik weet gewoon niet altijd waar ik dat kan kopen. Gaan we dat op Instagram vinden? Ik hoop het. Oké, dus als je de Instagram app opent, heb je nu het tweede knopje van rechts. Die shopping tab, omdat Reels ineens in het midden staat. Of wat is dit eigenlijk? Ja, Reels. En dan staat er bijvoorbeeld doorgaan met shoppen. Nou heb ik nooit echt door deze shopping tab gezocht. Dus ik denk dat dat gewoon items zijn die wel eens als advertentie voorbij komen. Waarvan ik dacht, oh, dat is wel cool, die heb ik opgeslagen. Maar de dingen die hier dus voorbij komen op deze tab zijn gewoon pagina's van shops die, zeg maar, laten we heel eventjes naar deze gaan. Dit hebben toegevoegd. Dus dat je die items op de foto's gewoon kan shoppen. Zo beland je op die shopping tab. En ik heb er dus nog nooit echt tussen gekeken. Maar wat ik nu al zie is kleding, schoenen, home decor. Van accounts die ik volg, zoals de H&M Home. Maar voor de rest eigenlijk accounts die ik niet volg. Sommige dingen zie ik nu ook al dubbel voorbij komen. Maar ik denk gewoon dat dit echt een hele leuke manier is om nieuwe merken te ontdekken. Omdat ik shop niet vaak. Maar als ik het doe, is het wel gewoon vaak bij dezelfde merken. En via hier kan je natuurlijk ook kleinere ondernemers vinden. Ik denk dat dit wel heel erg cool kan zijn. Ik denk dat de meningen erover verdeeld zijn. Maar ik ga het vandaag eigenlijk gewoon eventjes testen. Ik ga dus een aantal items bestellen die mij aanspreken. Wel eerst checken of het betrouwbare winkels zijn. Want dat doe ik altijd. We worden hier niet gescamd. Kijk hoe lang het duurt voordat het binnen is. En dan mochten er ook beauty dingen tussen zitten of wat dan ook. Testen hoe het bevalt of als de kledingstuk is te aanbeelden. We gaan gewoon samen shoppen in deze video. En het eerste item wat ik zie vind ik eigenlijk al best wel cool eruit zien. Van het merk Paloma Wool. Is een merk wat ik al vaker op bijvoorbeeld Instagram voorbij zie komen. Wel een beetje aan de prijs, want hij kost €129 deze trui. Maar ik ga gewoon een aantal dingen opslaan. En dan ga ik straks gewoon uit die selectie kijken wat ik ga bestellen, denk ik. We hebben hier van de Weekday een supercoole puffer jacket. Maar dat heb ik eigenlijk al. Gaan we nieuwe sneakers kopen deze video? Het kan allemaal. Deze specifieke vind ik niet zo heel erg boeiend. Dan zie ik dus echt hele mooie sieraden voorbij komen. Ik ben echt fan altijd van Ana Luisa. Dat is altijd mijn basis. Soms combineer ik het met andere items, bijvoorbeeld van Naked. Of deze zilveren ring is van bij Puck & May. Maar misschien zit hier wel wat tussen. Maar dit is dus echt een advertentie met heel veel verschillende items. En net scroll ik al een stukje verder. En toen zag ik volgens mij ook zo'n smiley ring. Oh, die is van hetzelfde merk voorbij komen. Dus daar ga ik eventjes op klikken. Kost €39 en hij heeft dus zo'n open achterkantje waardoor je hem een beetje, nou ja, kan verbuigen. Dus mocht hij iets te groot of te klein zijn voor je. Ik weet niet waarom ik zoveel dubbele dingen voorbij krijg. Oh kijk, je kan collecties, gidsen verkennen, kijken en shoppen. Kan je het ook nog een beetje per categorie filteren? Dat denk ik niet, maar ik heb nu natuurlijk echt heel veel verschillende dingen door elkaar heen. Van homeware tot laarzen tot beauty. Douglas Pillow Cream gezichtscreme. Nou, niet op zoek naar een nieuwe gezichtscreme. Dit ziet eruit als echt een funky sieradenmerk. Oh, kijk! En als je naar beneden gaat, staat er ook meer van deze winkel. Dus daar heb je ook zo'n smiley ring, maar dan bijvoorbeeld met soort diamantjes ogen, alien ringen. Ik had wel verwacht misschien dat ik nu al sneller items had waarvan ik dacht, dit ga ik nu bestellen. Maar dat is nog niet gebeurd. Dit ziet er echt epic uit. Alleen om $60... aan zoiets uit te geven wat ik waarschijnlijk alleen in huis ga dragen, vind ik een beetje enthousiast. Ik dacht dat dit over het corset ging. Maar het gaat ook weer over sieraden. Ja, ik vind het allemaal wel meevallen wat voor leuke dingen hier voorbij komen. Dus ik ga even de pagina refreshen. Wat is dit? Een kaars in de vorm van een bloem. Vet schattig. Wat hebben zij nog meer? Oh, die wolkjes. Die heb ik al vaker voorbij zien komen. Dit is misschien wel een leuke shop om wat van te kopen. Dan hebben we hier van bijna die verschillende sieraden. Ik vind die ring met die diamantjes er heel mooi uitzien. Heb ik wel vaak van verschillende merken voorbij zien komen. Leuke ringen. Leuke oorbellen voor de rest.
Oeh, die snake ring ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien die baguette ring. Die heb ik ook bij verschillende merken wel voorbij zien komen. Bij Nalie.nl. Dus dit is in ieder geval van een Nederlandse webshop. Ik krijg vooral echt heel veel sieraden nu voorbij. Ze hebben me door. Ik ga weer even de pagina refreshen. Want ik krijg op een of andere manier weer allemaal dingen de hele tijd dubbel of driedubbel voorbij. Oeh, een vlinderring. Dat is vet schattig. Oké, de app crashte. Maar dan gaan we weer. Het valt me heel eerlijk toch een beetje tegen tot nu toe. Ja, dit is ook echt een schattige ring met van die pareltjes. Oh, leuke klemmen. Wat is deze shop? Dit ziet er wel echt uit als een coole webshop met leuke sjaals, leuke broeken, funky truien. Nou, heb ik er meer op geklikt door die klemmen die ik zag. Alleen nu ben ik op een Instagram en nu kan ik niet echt vinden hoe ik bij die klemmen kom. Ik vind het allemaal niet zo heel erg makkelijk navigeren. Nou word ik wel ook weer langs een jas gestuurd waarvan ik denk, die is ook cool. Dus misschien is dat expres gedaan. Ik kwam hier door de klemmen. En nu kan ik nergens meer die klemmen vinden. Waar vind ik de rest van die klemmen? Want ik vind die zwart-wit geblokte bovenin wel ook heel erg leuk eruit zien. Oh, je kan ook zoeken. Dus dan doe ik haarclip. Dan hebben we al die haarclipjes. Deze vind ik er ook cool uitzien. Is uitverkocht. En die zwart-wit geblokte zie ik helemaal niet, helaas. De camera viel even uit, maar ik krijg Bed & Body Works voorbij. Wat je volgens mij sinds kort in Nederland kan kopen. Ik weet alleen niet waar. Maar kan ik dit ook bestellen? Via Instagram. Ik weet überhaupt niet ook hoe je dan het moet kopen en moet betalen via Instagram. Het is wel allemaal in dollars. Ze hebben wel kaars ook. Oh my god. We hebben nog zeep nodig. Voor in de badkamer. Peach Bellini. Yes, please. Het lijkt me te mooi om waar te zijn. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik ga denk ik nog op zoek naar één ding. Want ik heb het idee dat ik al heel veel opgeslagen heb. En dan moet ik eventjes selectie maken. En dan gaan we eventjes kijken hoe dat bestellen en zo allemaal gaat. Misschien een goede lipgloss. Weet je? Ja, ik hoop echt dat ik bij Bed & Body Works kan bestellen. Als we kijken naar de items die ik heb opgeslagen, zien we verschillende lipglossen van Dior. Geurkaarsen zowel van de H&M als van de Bed & Body Works. Ook een zeep van de Bed & Body Works. Ik hoop echt heel erg dat ik daar kan bestellen. Ik ga hieruit even selectie maken en dingen bestellen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat alles binnen is. En dan ga ik gezellig samen met jullie alles unboxen. Eventueel dingen aandoen, testen, opdoen, uitproberen, aansteken. Ik ben benieuwd. Oké, het is een tijdje verder en inmiddels heb ik alle pakketjes binnen. Ik heb een beetje gemixte gevoelens. Ik zal natuurlijk mijn conclusie voor het laatst bewaren, maar ik had hier liever met meer dingen gezeten, denk ik, om aan jullie te laten zien. Ik had gewoon meer de verwachting dat ik wel meer zou bestellen. Maar heel veel dingen die ik had opgeslagen waren uiteindelijk niet op voorraad bij de webshop. Want hoe Instagram shopping dus werkt is, je ziet wat voorbij komen op Instagram. Maar daarna moet je klikken op bekijken op de website. Dan moet je op de website van de verkoper het gewoon in je winkelmandje doen. Kan je nog verder kijken natuurlijk naar andere items. Het daar afrekenen. Je ziet het op Instagram, maar voor de rest heeft Instagram er eigenlijk vrij weinig mee te maken. Wat erin resulteerde dat ik bijvoorbeeld bij heel veel sieradenwebshop op een Spaanse site terechtkwam. Die ik niet kon vertalen naar het Engels of het Nederlands. Ik liep er heel vaak tegenaan dat producten niet op voorraad waren. Ik heb uiteindelijk bij Bed & Body Works besteld. Maar wat ik voorbij kreeg op Instagram was de Amerikaanse site. Het Amerikaanse assortiment. En ze verzenden dus wel naar Nederland. Er is inmiddels een Nederlandse webshop. Maar met veel minder items. Dus het is allemaal een beetje omslachtig. Ik had het idee dat het algoritme, of weet ik veel, dat Instagram mij goed zou kennen. Omdat ik er veel tijd op doorbreng. En dat ik daardoor echt ook meer voorbij zou krijgen waarvan ik dacht, oh ja, dat klopt, dat wil ik wel. Maar ik kreeg heel veel dubbele dingen voorbij. Heel veel dingen die me eigenlijk niet zoveel boeiden. En als ik dus uiteindelijk wat wilde kopen, ging dat ook meer keer niet door dan wel. Maar ik heb 4 pakketten binnen. 2 van small businesses en 2 van grotere bedrijven. En ik ga het unboxen op de volgorde waarop ik het binnenkreeg. Het eerste wat ik binnenkreeg is van Bed & Body Works. En dat heeft er 2 dagen over gedaan. Nou, en als je net als ik al jaren YouTube kijkt en je al die Amerikaanse YouTubers altijd met superveel Bed & Body Works kaarsen ziet. En mensen die dan op vakantie zijn geweest naar Amerika en Bed & Body Works dingen kopen, dan begrijp je misschien mijn enthousiasme. Het zit echt stevig ingepakt. En er komt nu al zo'n lekkere geur hieruit.
En er staat op bedankt voor je bestelling. Ik heb hier trouwens in totaal €39,70 voor betaald. En uiteindelijk had je boven een bepaald bedrag gratis verzending. Maar dan was het dus in totaal wat voordeliger voor mij als ik er nog een desinfecterende handgel bij zou doen. Dus dat is wat ik gedaan heb. Oh my god, mijn eerste Bath & Body Works kaars. Het assortiment was dus niet super groot. Maar ik heb de Linen and Lavender Scented Candle Made with Essential Oils besteld. En dit ruikt zo lekker. Ik ga hem natuurlijk straks testen. Hij ziet er ook gewoon goed uit of zo. Er zit een klein textuurtje in. Ik hoop dat jullie dat ook een beetje kunnen zien. En dit voelt ook gewoon best wel wat zwaarder. Gewoon kwalitatief is dit wel een beetje wat ik ervan verwacht had. Oh, ik ga deze straks weer aansteken. Wat ik voorbij kreeg op Instagram, wat ik gelukkig in de Nederlandse webshop ook kon bestellen, was de Peach Bellini Hand Soap. En dit is de Creamy Luxe Hand Soap versie. En volgens mij hadden ze hem ook met dat als je hem eruit pompt, dat het meteen een soort van schuim is. Maar ik dacht, aangezien we zo vaak onze handen wassen, wil ik wel de meest voedende versie. Maar ik vind het er echt interessant uitzien. En ik denk dat deze ook heel lekker ruikt. Ik kan wel alvast eventjes zo doen. Oh, dat ruikt heel lekker. Wel heel zoet. Maar ik vind persik echt heel erg lekker ruiken. Nou, ik ga het straks allemaal eventjes testen. En dan de cleansing hand gel die ik erbij heb gedaan. Ik dacht, dat kan ik ook wel in de peach versie doen. Maar op deze manier kan ik dan toch 3 verschillende Bath & Body Works geuren testen. Dus ik ben voor de cucumber melon gel gegaan. Helemaal leuk. Naast dat deze kaars fabulous stond bij de You Are Loved print, verspreidde de geur van de kaars zich best wel snel, ondanks dat wij in een studio wonen, dus het is wel een grote ruimte. Geur had ik denk ik wel iets sterker verwacht en iets meer lavendelachtig, maar blij mee. Sterk genoeg, ruikt lekker. Ik zou deze kaars een 8 geven. Dan door naar de handzeep, waar ik eigenlijk nog enthousiaster over ben. Ik snap echt de Bath & Body Works hype. Ik vond deze geur nog lekkerder. De zeep werkte gewoon fijn. Hij zag er trouwens ook nog mooi uit. En mijn handen waren zacht naar gebruik. Deze zou ik denk ik een 9 geven. Ja, over de desinfectie kan ik niet echt veel vertellen over de werking. Hij is in ieder geval erg vloeibaar. En je raadt het al, hij ruikt heerlijk. Ik vind deze echt heel chill. Ik ga echt vaker dingen bestellen bij Bath & Body Works. Op werkdag nummer 4 kreeg ik 2 pakketjes binnen. Ik ga eerst wel eventjes deze openmaken. Ik heb dus wel sieraden besteld, wat ik veruit het meest voorbij kreeg. Bij Nadie, een Nederlandse webshop dus. Volgens mij waren hier een aantal dingen die mij mooi leken ook helaas niet meer op voorraad. Maar ik heb wel 2 ringen weten te bemachtigen. Er zitten ook leuke kaartjes bij. En het zit gewoon cute ingepakt. We love small businesses. Bedankt voor je bestelling. En dan de socials van bij Nadie. En dan hier ook nog een kaartje. Chocolate is good, but jewelry is sugar free. En dan ook hier de Instagram en de Facebook pagina. Vet leuk. En hier heb ik in totaal, inclusief verzending, €23,90 voor betaald. Komt in een mooi zakje met nog een kaartje erbij. En dan zitten hierin dus 2 ringen. Ik hoop heel erg dat ik ze ga passen. Maar de eerste is dus zo'n ring als dat ik voorbij zag komen op Instagram. En deze kan je verstellen. En dan ben ik ook nog voor de snake ring gegaan. En ik draag echt gouden en zilveren sieraden. En deze webshop verkoopt ook goud en zilver. Maar deze waren dus op voorraad. En je kan ze dus allebei trouwens verstellen. Dus ik ga ze een beetje verbuigen. Oh, deze gaat echt heel makkelijk. Die andere ook wel, maar daar moest ik iets meer kracht bij zetten. Nou, ik weet nooit zo goed hoe meerdere sieraden of vooral zeg maar ringen leuk als stijlen bij elkaar. Maar hier zie je dus de 2 ringen die ik besteld heb. Echt heel erg blij mee. De volgende bestelling zit zo sick ingepakt. Fijn dat het goed ingepakt zit. En er stond niet op de doos waar het van was. Maar ik heb voor het eerst iets bij Dior besteld. Je kan natuurlijk Dior make-up bij verschillende verkooppunten kopen. Maar de advertentie die ik voorbij kreeg was echt direct van de Dior webshop. En dan komt het wel echt super cute ingepakt. Ook weer zo'n lekker textuurtje. Schattig met een roze strikje. Nou, eigenlijk weten jullie natuurlijk al wat hierin zit. Ja, super cute ingepakt. Oh ja,
ik mocht nog een proefmonstertje daaruit kiezen. Van volgens mij een parfum. Maar wat ik dus heb besteld is de Dior Maximizer Lip Gloss. En ik vond deze kleur er echt heel erg mooi uitzien. Ik vind het op zich niet een hele grote verpakking. Niet dat ik ooit een full size of grotere lipgloss verpakking dan dit heb opgemaakt. Maar goed, wat ik hiervoor betaald heb is 36 euro. En dit is echt een van mijn duurste make-up items. Dit is echt niet normaal voor mij of zo. Maar ik draag de laatste tijd gewoon heel erg veel lipgloss. Ik vond deze er mooi uitzien. Ja, nice. Deze ga ik straks eventjes aanbrengen. Ja, de naam geeft het eigenlijk weg. Maar ik had dus niet helemaal door dat dit zo'n lip plumper zou zijn. Toen ik de gloss aanbracht, rook ik wel echt duidelijk die soort van muntgeur. En na een paar minuten begonnen mijn lip te tintelen. Ik vond dat je vooral verschil zag vanaf de zijkant, zeg maar. Maar ook aan de voorkant vond ik mijn lippen wel wat voller ogen. En ik vind dat ze er een wat levendige kleur van krijgen, als ik dat zo kan zeggen. Ja, grappige experience. Ik vind wel dat de gloss snel slijt. Want ik had niet gegeten of gedronken in de tussentijd. En toch was na 3 kwartier het product eigenlijk wel van mijn lippen af. Dus ik vind het wel een fijne en mooie gloss. Ik zou er alleen de volgende keer denk ik niet dit bedrag aan uitgeven. Ik denk dat je bij andere merken wel een soort gelijk product kan vinden wat ook fijn werkt. Vet mooi. En dan last but not least. Hier heb ik het langst op gewacht, namelijk 11 dagen. Dus echt wel een stuk langer dan de andere producten. Maar dit pakketje kwam uit Engeland. Ik kreeg natuurlijk die advertentie voorbij met die superleuke kaarsen. Weet niet precies waar die winkel gevestigd was. Zou kunnen dat het ook de UK was. Maar daar zou één zo'n kaars goedkoper zijn dan de verzending. Het was bij elkaar opgeteld echt wel heel erg aan de prijs, vond ik persoonlijk. Maar ik dacht, ja, die wolkjeskaarsen, die heb ik vaker voorbij zien komen. Dat is gewoon een malletje. En meerdere shops gieten daar gewoon hun kaarsen mengsel in en maken die kaars in die vorm. Net zoals dat je die vrouwelijke lichamen vaker ziet als kaars. Of die soort van vierkanten met allemaal bolletjes erop. Als je begrijpt wat ik bedoel. En deze Cloud Candle heb ik dus ook vaker voorbij zien komen. En toen dacht ik, laat ik meteen ook voor het eerst op Etsy bestellen. Dus echt een beetje omslachtig deze video waar ik het uiteindelijk besteld heb. Deze kaars en Bath & Body Works heb ik dus niet besteld bij wat ik op Instagram voorbij kreeg. Maar bij deze Etsy verkoper kon je in ieder geval deze kaars in 3 verschillende maten bestellen. En dan kon je zelf ook nog een geur kiezen voor de kaars. Kijk, zit mooi ingepakt. Heb ik nog een geurkaars toch? Ook al is deze eigenlijk te mooi om aan te steken. Maar ik ben zo iemand die dat uiteindelijk echt wel gaat doen. En ik ben gegaan voor de Clean Cotton geur. Dat vind ik altijd wel hele lekkere geuren. Ik hou best wel van schone geuren. En dan gaat het doosje dus open. En dan wil ik geen troep maken. Maar het is een beetje onmogelijk met hoe het is ingepakt. Ja, hij is niet zo heel erg groot. En vooral van deze kant vind ik hem heel schattig. Maar je gaat hem natuurlijk uiteindelijk zo neerzetten. Maar je ruikt echt die clean cotton geur wel echt duidelijk. Ja, super cute. Wat heb ik hier uiteindelijk voor betaald? Omdat het uit de UK kwam, was de shipping ongeveer even duur als het item zelf. Het item kost namelijk €7,65 en de shipping €7,41. Dus bij elkaar was het iets meer dan €15. Oh, dit ruikt echt heel erg lekker. Ik heb het idee dat als ik hem vasthoud, dat hij wel een beetje snel in mijn hand smelt. Misschien dat dat met een soort wax te maken heeft. Hij is namelijk helemaal van sojawax gemaakt. Ja, ik vind het echt vet lekker ruiken. En helemaal met die Bath & Body Works bestelling erbij. Dus, Instagram shoppen, ja. Zoals ik zei, gemixte gevoelens. Je hebt gehoord wat ik wel fijn vond, wat ik niet fijn vond. Eigenlijk kan het je vooral inspiratie geven, denk ik. Ik vind het gewoon jammer dat ik de Amerikaanse Bath & Body Works aangeprezen kreeg. Terwijl ik dat dus helemaal niet vanuit Nederland kan bestellen. Ik had verwacht dat Instagram dat wel iets beter zou targeten. Maar het is ook gewoon een hele persoonlijke experience natuurlijk. Het kan dat jij op Instagram shopping kijkt en denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel veel meer bij me passen. Ik heb natuurlijk een hoop uit deze video geknipt, omdat ik heel lang aan het zoeken was op de shopping tab, ongeveer een uur. En dit is wat eruit kwam. En ik had gewoon verwacht dat ik wat sneller wat meer leuke dingen zou vinden. Dat is eigenlijk de conclusie. Maar overal ben ik heel erg blij met wat er hier voor me staat. Ik vind het heel erg leuk dat ik bijna die en de Etsy verkoper heb kunnen supporten. Maar ook dat ik mijn eerste Dior en Bath & Body Works producten heb.
Dus ik ga zeker nog meer dingen verkennen. Zoals de Facebook Marketplace. Heb ik nog nooit dingen gekocht. Lijkt me ook heel erg leuk om te doen. Ik zat te twijfelen om deze video wel echt zeg maar af te filmen. Omdat ik een beetje teleurgesteld was in dat ik maar 4 dingen had besteld. Maar ik ben hier gewoon wel echt heel erg blij mee. En mijn uiteindelijke mening over iets testen kan ook niet altijd 100% positief zijn. Vond je het een leuke video? Dan kan je abonneren op mijn kanaal. Dan wil ik je nog heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik snel terug bij de volgende video. Doei doei!